Het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen viert dit jaar haar 475ste verjaardag. Rector Ronald van Brugge heeft samen met de school en haar leerlingen een aantal evenementen georganiseerd om het lustrumjaar af te trappen. Wij starten het komend weekend met twee activiteiten. Zaterdag hebben we twee voorstellingen in de kleine zaal van de vereniging. En op zondag openen we de tentoonstelling die je hier om je heen ziet. Over 475 jaar Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Onder het motto, de oudste school van Nijmegen in de oudste stad van Nederland. De expositie in de Marienburgkapel toont de geschiedenis van de school door de jaren heen. Het Stedelijk Gymnasium heeft een aantal leerlingen opgeleid die nu genieten van landelijke bekendheid. 475 jaar is natuurlijk een hele lange tijd. En we vonden het een mooi idee om daar iets van te laten zien aan alle inwoners van Nijmegen en omstreken. Om de hele historie van de school te kunnen bekijken. En we stellen daar ook de leerlingen centraal. Dus er is ook veel informatie over oud-leerlingen te vinden. Ja, ik denk dat bijna iedereen Kiesje Hekster wel kent, hè, van het journaal. Verder hebben we Tom de Graaf, onze huidige vicevoorzitter, hè, van de Raad van State. Ruben Heijn, onze jazzpianist en zanger, is natuurlijk ook heel bekend. Eefje Mulder van het hockey. Over al deze oud-leerlingen is informatie hier te zien, ook in de Marienburgkapel. Door verschillende verhuizingen heeft de school in veel delen van het centrum gezeten. Wij zijn dus 475 jaar geleden, wij zeg ik maar even, zijn begonnen in het gebouw wat er nog steeds staat, van de Latijnse school op de Stevenskerkhof. Dat is zeg maar de officiële start ook vanaf dat jaar, 1544, dat het gebouw werd opgeleverd. Tellen wij de historie van de school. En daar heeft de school gezeten tot, zo'n beetje de tweede helft van de 19e eeuw. Toen zijn ze verhuisd naar de Kronenburgersingel, naar een pand wat er nu niet meer staat. En daarna is de school verhuisd naar de Scheving-Havenstraat. Waar nu het multifunctioneel centrum zit. En in 1999 zijn we terug verhuisd naar de Kronenburgersingel. In het gebouw van wat toen de technische school was. Ook wordt er in november een reunie georganiseerd voor alle oud-leerlingen en oud-collega's van de school.